Het is inmiddels 10:50, het derde uur van deze dag, de cultuur in actie. We gaan door tot, geloof ik, vrijdagavond. 12 uur per dag hebben we het over cultuur, over mensen die met cultuur te maken hebben en graag aandacht willen voor hun vak, waar ze mee bezig zijn en waar ze misschien ten onder dreigen te gaan, omdat ze geen geld hebben, geen baan hebben, geen toekomst hebben. En daarom zitten we hier om met zoveel mogelijk mensen te praten en om u te laten zien thuis dat het hard nodig is dat wij steun krijgen. Ik misschien niet, ik heb een klein buffertje, maar heel veel mensen hebben dat niet. En we gaan praten met iemand die daar alles over wil vertellen, Robert Verlang. U bent conservator science in het Rijksmuseum. Leg mij als MAVO-leerling eens uit, wat is dat dan precies? Ik heb ook HAVO gedaan, maar dit klinkt spannender. Nee, opbouwen is altijd goed. Maar je hebt ook MAVO gedaan, hè? Ja, opbouwen is altijd goed. Ja. En uiteindelijk bij de TU Delft gepromoveerd, dus wat dat betreft... ik geloof het is erin. Hoop. Ja, er is zeker hoop. En door enkel maar vast te houden en te zeggen van, ik stop niet, want we kunnen nog meer, of ik kan nog meer, kan je uiteindelijk iets bereiken. En dat is denk ik een beetje hetzelfde als wat met deze actie ook het geval is. Van, je moet niet opgeven, je kan niet opgeven, je mag niet opgeven. En de doodeenvoudige reden, ik ben hoofd restauratie en conservering en natuurwetenschappelijk onderzoek van het Rijksmuseum in Amsterdam. Mede verantwoordelijk voor de nachtwacht, de restauratie van de nachtwacht, die van ons allen is. Ja. Dus als we dat dan begrijpen, dat dingen van ons allen zijn, en bij de nachtwacht begrijpt iedereen dat, maar dan denk ik dat er heel veel mensen niet begrijpen dat de restauratoren 10 per jaar afstuderen en dan echt afhankelijk zijn van andere instellingen die eigenlijk dat geld nu misschien op een andere wijze moeten gaan besteden. Met andere woorden, hoe kan je nou ervoor zorgen, hoe kunnen wij er nu voor zorgen dat inderdaad het besef komt en blijft van dat de kunsten zoals we die hebben, zoals we die zo heerlijk waarderen en waarvan we zeggen laatst naar musea gaan enzovoort, maar dat we daar de kennis van ontwikkelen van hoe dat die dingen gemaakt zijn, dat we begrijpen van wat de vervalmechanismes zijn van hoe dat het letterlijk vervalt tot stof, want uiteindelijk zal het dat natuurlijk altijd doen, en hoe we dat proces nu kunnen vertragen en eigenlijk een beter begrip krijgen van hoe we met onze kunsten om moeten gaan. Wel nu, die mensen die daar verantwoordelijk zijn, die zitten nu ook van, die zijn vaak zzp'er, van hoe moet ik dit nu gaan doen? Daar wil ik het over hebben. Ja, want dat zijn mensen, die restaurateurs die restaureren, die maken kunstwerken meer mooier of die knappen het op. Ik zie dat ik het helemaal verkeerd uitleg. Ik snap dat je nog in de MAVO-trant zit. Ik heb ook HAVO gedaan, maar laten we toch op die MAVO blijven. Nee, restaurateurs, dat zijn restauranthouders. Die hebben een dienblad in hun hand. Restauratoren... Nu pak je hem op een klinkertje. Dat vind ik wel heel naar. Maar goed, vertel uw verhaal. Nee, maar het punt is dat vandaag de dag zijn mensen volgen een academische opleiding. En waarom? Men moet 2 rechterhanden hebben en daadwerkelijk kunnen nadenken. Het is niet meer alleen van, ik kan heel goed met mijn handen werken en ik ben restaurator. Nee, dat is het niet. Men moet doorgronden van hoe zit het eigenlijk? Waar kijk ik naar? Wat voor object is het? Hoe kan ik dat in de historische context plaatsen? Hoe kan ik met een conservator, met een kunsthistoricus, een goed verhaal houden? Dat wil zeggen dat hij of zij goed begrijpt wat je als restaurator aan het doen bent, wat de ingrepen zijn, wat je wel of niet moet doen. Want nu, daar gaat dus ten eerste een heleboel kennis aan vooraf. Dus een opleidingsniveau aan vooraf. En als je dat dan hebt, dan zie je dat heel veel musea in Nederland, laten we zeggen de 10 grootste musea, hebben restauratoren in dienst, maar alle andere musea helemaal niet. En hoe komt dat? Geld, keuzes. We kiezen voor laten we vooral zeggen dat alles opengesteld wordt en zoveel mogelijk bezoekers krijgen. Dat de musea zoveel mogelijk bezoekers krijgen. Mijn pleidooi is natuurlijk altijd, ik denk vanuit de kunst, ik denk op lange termijnen, ik denk niet op korte termijnen, van hoe kunnen we nu voor zorgen dat ons cultureel erfgoed op een zodanige wijze begrepen wordt, ontsloten wordt en ook bewaard wordt, geconserveerd wordt voor de toekomst. Ja, en hoe doen we dat? Wat zou u ons adviseren? Wat zou u de politiek adviseren? Wat de politiek natuurlijk niet kan, inherent aan de politiek, is dus dat men altijd op een relatief korte termijn moet denken en zal denken. Terwijl het vakgebied waar ik nu voor sta juist op de lange termijn is. Kijk naar de nachtwacht. Dat is niet iets wat wij nu aan het doen zijn dat over 10 jaar weer gaat gebeuren. Nee, dat is over 50, 75 jaar dat het weer gaat gebeuren. Met andere woorden, we moeten er nu over nadenken hoe we iets moeten doen, hoe we een aanpak van een restauratie moeten doen. Daarom zeggen we ook, we gaan niet meteen restaureren. Nee, we gaan onderzoek doen. Wij moeten eerst weten wat het is waar we eigenlijk naar kijken. En pas dan kan je zeggen van, dit is het plan wat we dan, het plan van aanpak, zoals we het gaan aanpakken.
En dan kan je het gaan uitvoeren. Nou, wat ik de politiek zou willen meegeven is van, wij hebben fenomenaal cultureel erfgoed. Laat ons daar nu echt voor zorgen dragen op een andere wijze dat we de kennisontwikkeling doen. In alle investeringen die er nu plaatsvinden. Als ik naar grote bedrijven kijk, fantastisch. Er zijn ook mensen die eten nodig hebben. En ik begrijp dat er die steun dan gegeven wordt. Maar wat ik dan niet zo goed begrijp, is dat er langs die kennisontwikkelingskant, ons cultureel erfgoed, waar wij zo hoog van opgeven en zoveel omgeven, dat dat toch altijd op dat zijkantje staat. Ja, en wat u ook zegt, u wil dat die kennis blijft bestaan en dat daar ook in opgeleid blijft worden. En aan de andere kant is natuurlijk ons cultureel erfgoed wordt ook heel erg bezocht door toeristen. Dat heeft gegenereerd ook veel geld en omzet. Ja. Daar moet ook aandacht aan besteden, dat we dat blijven voort, dat de nachtwacht blijft bestaan, laat ik het zo zeggen. Ja. En de nachtwacht zal wel blijven bestaan, maar u heeft natuurlijk ook veel meer kunstwerken of kunstschrijvers die moeten onderhouden blijven worden. Ja. Als we alleen al, kijk, een aantal dingen denk ik, voor wat ik nu zeg, zijn er een aantal dingen die meteen waar ik op aansla. Bijvoorbeeld, is iets wel of niet wat wij denken wat het is? Een programma wat erom gemaakt is, historisch bewijs. Alleen al als we daar zien de hoeveelheid kennis en kunde die erachter schuil gaat om te ontrafelen of wat wij denken nu eigenlijk wel juist is. Maar dat is een tv-programma geweest waar u aan meegewerkt heeft. Ja, ja. Noem eens een voorbeeld dan, wat we dan konden zien. Het zwaard van Oldenbarneveld, vingerkootje en de tong van de gebroeders de Wit. Het zilver van Piet Hein. En dan zien we dus dat er eigenlijk een heleboel kennis in Nederland voorhanden is, waarbij we best wel complexe en historisch altijd aanvaarden, kennis erover, ja, het zal wel zo zijn, dat we dat kunnen ontrafelen en dat we dat in Nederland kunnen doen. En wat is dan zo, voor mijn gevoel, opzienbarend eigenlijk, is dat we dat juist in Nederland kunnen doen. En je ziet dit soortgelijk ook wel in andere landen. Niet van dat we daar de loftrompet over onszelf gaan blazen, dat is het niet. Maar wat het wel is, is dat we juist moeten investeren in die kunsten en dan de ontwikkeling van de kennis van die kunsten. En dat we daarvoor moeten zeggen, dit is wat wij zijn. Dit is wat wij in Nederland doen. En wat u ook zegt, we zijn qua kunst een rijk land. Dan zullen we ons ook rijk moeten gedragen. Ja. Is dat nou niet mooi samengevat? Noblesse oblige. De weken bestaan niet. Maar ik eet het wel eens. Het is heerlijk. Het is heerlijk, met slag wel. Hoeveel mensen gaat u tekenen? 350. Want als ik alleen al denk aan, ik zit 25 jaar, werk ik bij het Rijksmuseum. En ben ook nog verantwoordelijk geweest voor de opleiding van restauratoren, van metaalrestauratoren. En er zijn 10 mensen per jaar die restaurator worden. Nou, als ik nu alleen denk, ik kwam in het veld, ik ben nu 51. Ja, natuurlijk zijn er dus ook nog meer mensen die voor mij al restaurator waren. Dat 350 echt een goed aantal is van restauratoren die in dit veld werkzaam zijn en werkzaam moeten blijven. Heel mooi. Gaat u tekenen? Het was ontzettend fijn dat u even mij een kleine college gaf over dat kunst en zeker ons cultureel erfgoed heel erg belangrijk is. Heel erg bedankt. We spraken met Robert Verlang, conservator Science in het Rijksmuseum. En hij heeft over restauratoren, niet over restaurateurs. We gaan een plekje zoeken. En dan gaat hij tekenen. Net boven Lucas Hamming. Voor die 350 restauratoren die we moeten behouden. Dank u wel en succes met alles wat u doet. Tot ziens.